Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. ADO Den Haag wint met Dennis van der Heijden het oefenduel tegen tweede klasser Luuk Dunen. Op een gezellig sportpark Kikkerpolder heeft ADO Den Haag haar eerste oefenduel van het seizoen met 0-6 gewonnen bij het Leidse Luuk Dunen. Bij rust stond er nog maar een magere 0-1 op het scorebord. Na de doelwisseling met een ander team liep de score op naar een half dozijn treffers, 0-6. In de tweede helft kwam Dennis van der Heijden aan spelen toe. De ADO-speler die het afgelopen seizoen was verhuurd aan FC Volendam kwam tot 1 doelpunt en een assist. Dennis, weer terug in Haagse dienst. Hoe voelt dat? Ja, zeker heel fijn. Heel fijn. Heel hoop geleerd de afgelopen jaren. En ja, heerlijk om terug te zijn na de vakantie, zo'n wedstrijdje. Ja, heel heerlijk. Topdag. Hoe kijk je terug op je halfjaartje Volendam? Niet zoals ik had gehoopt van tevoren, maar wel een hele hoop geleerd. Als persoon ben ik daar heel sterk uit teruggekomen. Ik voel me nu echt heel fit. Gewoon lekker. Dus ik ben in principe klaar voor om van dit jaar gewoon te knallen. Je zegt niet helemaal wat ik daarvan verwacht had. Wat had je dan verwacht? Nou, ik had wel verwacht dat ik gewoon alles zou gaan spelen. En dat ik een hoop goals kon maken. Dat liep anders af. Ik raakte geblesseerd en toen was ik er een tijdje uit. En toen werd ook nog eens de trainer ontslagen. En toen kwam ik niet meer aan spelen toe. Je hebt nu 45 minuutjes meegedaan, een goal gescoord, een assist gegeven. Dat geeft weer even het gevoel, denk ik. Ja, nee, zeker. Voor mij zijn dit de weken waarin ik het moet laten zien. En ik moet laten zien dat de trainer helemaal geen andere Zwitser hoeft te halen. Dat ik daar gewoon om te staan. Havenaar voor 99,9% weg. Ja. Jij bent nu de enige centrumspits in de selectie. Dat zal niet zo blijven, denk ik dan. Maar dat geeft wel mogelijkheden. Ja, nee, zeker. Voor mij is dit gewoon een open sollicitatie om te laten zien dat ik gewoon de spits ben. En dat ik er klaar voor ben dit jaar. Ook al heb ik niet geknald vorig seizoen, voel ik me toch topfit en echt goed om dit jaar weer aardig gewoon te knallen. Hoe ben je weer opgevangen in die groep? Ja, nee, super. Ik voel me nog alsof ik niet ben weg geweest. Die jongens gewoon allemaal gezellig en topgroep. Je bent nog steeds een hele jonge speler wat dat betreft. Ook weer bij Jong Oranje. Dus dat geeft al aan dat je kwaliteit bezit. Waar schort het? Heeft het aan geschorst, denk jij, in dat eerste halfjaartje bij ADO Den Haag? De concurrentie was hoog en ik had niet de band die... Ik had gehoopt met de trainer. De trainer had misschien met hele andere dingen bezig. Was toen vooral het belang van de selectie wat voorop kwam. En toen kon ik individueel niet krijgen van de trainer wat ik normaal had gehoopt. En nu de eerste week onder de Fons Groenendijk en Dick Hees bevalt het me toch aardig goed. En heb ik niks te klagen. Ja, voor jou is het natuurlijk een nieuw trainersduo. Dus je geeft het gezellig al min of meer aan met een schone lijn beginnen. Nee, zeker, zo voelt het ook. Gewoon op nul. En goed gesprek gehad. Gewoon laten zien wat ik kan. En meer als dat kan ik niet doen. Tot slot, wat verwacht jij van het komende seizoen? Ik verwacht voorlopig nog niet zoveel. We gaan eerst zien hoe we de voorbereiding doorkomen. En ja, dan gaan we zien wat we kunnen verwachten dit jaar. Dennis, bedankt en succes. Alsjeblieft, dank je. Tot zover deze aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.